Kijk, nou is hij blij. En nou is hij boos. Goedemorgen, is morgen. Het is vandaag een beetje vroeg. Het is vandaag zondag. En ik heb afgesproken dat ik iets ga ophalen wat op Marktplaats stond. Van Claire Wilson. Dus dat moet ik even halen. By the way, ik heb dus een coronatest gedaan en het is negatief, dus ik heb geen corona. Maar dat betekent niet dat ik niet ziek ben, want ik ben echt ziek. Dus dat is een beetje kloten. Maar dat mag ik dus wel gewoon de deur uit. En, wat wil ik nou zeggen? Oh, ik ben helemaal van het padje, gewoon van het ziek zijn nog steeds. En mijn oog is vandaag weer dikker geworden, want hij zat helemaal vol. Ik kreeg hem vanochtend echt niet goed open zo. Dus dat is echt verschrikkelijk. En ik moet eigenlijk ook even pinnen, want ik heb helemaal geen contant geld. Tenminste, dus dan contant geld is makkelijker. Maar dat heb ik dus niet. Dus dan moet ik nou eventjes een pinautomaat gaan zoeken. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar je hier in de buurt kan pinnen. Dus ja, dat is mijn eerste stap eigenlijk. Dat is wat ik nou ga doen. Oh, en ik voel me helemaal niet goed. Maar ja, het zal wel... Ik vind het eigenlijk echt super kak om de deur uit te gaan met zo'n... Ja... Ik ben ziek of ik ben een zwerverlook, zeg maar. Vind ik echt niet chill, maar ja, het moet. Ik bedoel, ik kan nou niet even make-up op gaan doen of zo. Dat kan echt niet. Kippie. Nou, we zitten in de auto. Dat is al heel wat. Oh, let's go. Nou, ik ben heel de city over aan het lopen en kan gewoon geen pinautomaat vinden. Ik word helemaal gestoord. Oh. Nou, ik kon echt niks vinden. Ik ben echt naar... Op de kaart staan echt 4 pinautomaten. En ik heb ze gewoon alle 4 gehad. En er staat geen pinautomaat meer. Al die dingen die zijn binnen geworden nu. Dus die zitten allemaal binnen in de bank. Dus je kunt alleen pinnen als die bank open is. Ja. Koekwous. Dus, dat betekent dat ik nu geen geld heb. Helemaal fijn. Dus ik heb hun een bericht gestuurd of het alsjeblieft bij Tikkie kan. En ze zei, nou oké dan. Want ik had echt zoiets van, ja, wat wil je dan van me? Maar goed, dus nu ga ik even terug naar Gerald. Heel onhandig. Eventjes wat eten, want ik heb echt honger. En want als ik nou meteen daar naartoe vertrek, dan ben ik 20 minuten te vroeg. Dus eventjes tussendoortje. Ik kan ook niet wennen aan mijn stem als ik ziek ben. Schrikkelijk. Oeh, wat een zon. Oké, ik zit nu te denken. Misschien rijd ik wel gewoon meteen door en dan wacht ik even in de auto. Want ik heb wel een beetje honger, maar ik heb echt geen zin om iedereen nou weer wakker te maken. Want iedereen ligt nog te pitten en het is zondag. Dus ja. Of ik moet even naar de supermarkt even iets halen. Kleuk. Nee. Kut, daar was er misschien wel een... money ding is. Nou, maakt niet uit. Hoef nou niet meer. Het is goed. Ik ga eventjes doorrijden. Ik moet nog tanken trouwens. Dat ga ik doen. Ik heb echt zo'n hekel aan tanken. Vind ik echt niet leuk om te doen. Oh, als het koud is. Meh. Het is gelukt. We go. Ik ben er al, dus ik moet nu eventjes wachten. Kijk mijn rechteroog. Hij is echt aan het huilen gewoon. Oh, echt niet chill. Oh. Nou, alle spulletjes zijn er. Ik heb alles, dus we kunnen weer gaan. Yippie. En we zijn alweer in de straat van Gerald. Yippie. Ik ga lekker eten. Ik heb honger. Yay. Zo, ik heb mijn vlog geëdit en ben hem nu aan het uploaden. Yippie. 95%, helemaal top. We hebben even lekker in bad gezeten en zo. En ik heb weer even andere kleren aangetrokken en het blijft nog steeds helemaal zwart. Ja, can't help it. En dan gaan we nou heel eventjes naar opa en oma toe. Ik heb mijn haar in een vlecht gedaan. Ik weet niet of het echt gelukt is. Kinda.
ik moet mijn haar weer even goed gaan verzorgen of zo. Want het begint weer allemaal ook af te breken aan de andere kant. Nog steeds veel minder snel als dat ik iets anders gebruikt als, heb als Olaplex. Dus Olaplex is nog steeds wel echt het beste. Want anders was mijn haar al lang afgebroken. Maar het wordt nou steeds droger gewoon. En slechter door die weerwisseling. Dus moet ik eventjes mee oppassen. Maar dat komt goed. Ik moet ook nog steeds mijn nagels doen. Want kijk, het zit alweer helemaal af. Mee. Ik vind het echt vervelend dat ik niet even make-up op kan doen ofzo. We are in the waggie. Lekker naar Open Oma toe zitten. Shake it, shake it, shake it, shake it like an earthquake. Only words when you move, you negate no conversation. Cause your body talk, no translation. Conversation. Cause your body talk, no translation. No translation. We zijn er. Wij zijn gezellig bij opa en oma geweest. En daarna zijn we doorgegaan naar mijn ouders. Want ik had daar nog pakketjes liggen en zo. En die hebben we nou opgehaald. Of ja, opgehaald. We zijn er nog. Want papa en mama die stonden erop dat we hier gezellig kwamen eten. Dus we blijven eten. En lekker even voor de kachel chillen willen. Daar hou ik zo van. Ik ben nog steeds hartstikke ziek. Maar goed. Hè? We genieten van de kleine momentjes. En Sjors, kom eens hier. Kom eens hier, jongen. Kijk, hallo, hallo. Mensen zien jou waarschijnlijk niet, want je hebt helemaal zwart. Wel jouw staartje, die kwispelt lekker. Ja, ja, gezellig hè? Gezellig hè? Ja. En we gaan lekker biefstukje en zo eten. Ik zal eens even kijken waar ze mee bezig zijn. Favoriete spelletje. Hoe doe je dat? Denktanken. Hoi. Wel weer glitter. Glitter eyes. Hij is een dik. Wees met kaneel, dit is ook lekker. Ja, dus. Kijk, ik heb dit geweldige mormeltje binnen. Woe. Een joker. Leuk hè? En hij kan dus ook, zeg maar, andersom, voor de mensen die dit nog nooit hebben gezien, ook. Dus, voor de mensen die het nog nooit hebben gezien, kijk, nou is hij blij. En nou is hij boos. Hoe komt het dat ik uit ben? En nou is hij blij. En nou is hij boos. Ik heb gewonnen! Nou, wij zijn bij Gerald en wij gaan nu eventjes nog een filmpje kijken en dan gaan we lekker slapen. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Morgen moet ik echt mijn nagels doen, by the way. Maar goed, dus... Wij gaan lekker slapen. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen weer.